Ik sta hier zo met Symmetric, net een battle gehad met Apollo. In je battle haalde je naar voren dat Excellent had gezegd van geen ruimte meer voor mensen die potentie hebben, middelmatig zijn. Denk jij dat jij hem nu hebt bewezen dat jij meer hebt dan alleen potentie? Ja, dat zijn de vragen, hè? Ik heb meer dan potentie, ja man. Ja, ik vind dat ik dat al... Heb je dat ook laten zien vandaag? Ik vind dat ik het al eerder heb laten zien, persoonlijk. Ik ga niet zeggen, ik ben top tier, ik ben mid tier, ik ga helemaal niks zeggen. Maar ik zeg alleen dat ik wel bewezen heb dat ik kan battelen en dat ik kan rappen. Ik zeg niet op welk niveau of wat dan ook. Maar vandaag vond ik het iets minder gaan, persoonlijk. Terwijl ik dat helemaal niet verwacht had van tevoren. Maar dat is jammer, daar baal ik van. En waar komt dat gevoel dan vandaan? Waarom heb je dat gevoel dat je het minder hebt gedaan? Grote spons. Ja, je merkt het. Ik bedoel, mensen zijn een beetje klaar met die potentie dingen. Ja, ik snap het. Want mensen denken van, laat ons eens een keer iets zien. Maar volgens mij is het ook zo dat ze dan niet echt de moeite nemen om iets van je te verwachten. Ja, snap je wat ik bedoel? Mensen denken van, Asymmetric, dat wordt toch niks, joh. Stopwerk, doorspoelen. Shit, ja, skippen, deze gaan we niet checken. Maar ja, ik doe mijn best en ik vind het leuk. En heb je de battle vandaag dan wel kunnen winnen volgens jou? Ja? Ja toch? Ja. Ja, ik heb. Vraag dan ja. Ik heb hem wel gewonnen, maar... De vraag is hoe, zeg maar. Ik wil net zeggen, ik denk niet dat ik een... Je kunt gewonnen hebben en een 6 halen, je kunt winnen en een 8 halen. Maar ik denk dat ik niet win met een 8. Welke cijfer denk je dat de jury jou gaat geven? Laten we dat... 6,5. Oké. Nou, we zien jou waarschijnlijk wel weer terug. Symmetric, mijn naam is Demo. Bam.